Welkom bij Chipcast. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering. Chipcast is een wekelijkse podcast over onderwijs. Alles over didactiek, pedagogiek, leren, samenwerken, innoveren, onderzoek, onderwijskundig leiderschap en soms ook filosofie. In de studio zijn Marita Eskes en Marcel Smeijer. Hartelijk welkom. Dankjewel. Dankjewel. Leuk dat jullie zijn. Voor degenen die jullie niet kennen, Marita, jij bent expert taal- en leesonderwijs. En je hebt gewerkt als leerkracht, als leescoördinator en ook als remedial teacher in het basisonderwijs. En je bent bekend als auteur van het boek Technisch Lezen in de Doorlopende Lijn. Daar hebben we eerder een podcast over gemaakt. Ja, klopt. Ik zal hem even linken ook in de speaker notes. Het is echt een handboek voor de basisschool. En je schreef ook een nieuw boek, Begrijpend Lezen in de Doorlopende Lijn. Dat verschijnt in oktober van dit jaar, 2023. Spannend. Klopt. Ja. Is het helemaal af nu? Het is helemaal af. Het is gewoon net naar de drukker. Oké, kijk. Nou, daar gaan we misschien nog wel even over. Heb je begeleid basisscholen bij het versterken van de onderwijskwaliteit en het verbeteren van de leesresultaten? Klopt. En naast jou Marcel Smeijer. Hoi Marcel. Hoi. Leuk dat je er bent. Onderwijsadviseur taal en rekenen. Je stond lang voor de klas als leraar, intern begeleider in een speciaal en regulier basisonderwijs. Je bent auteur van onder andere de zeer succesvolle boeken Expliciete Directe Instructie 2.0. Staat hier allemaal in de kast. En bij mij thuis Effectief Rekenonderwijs op de basisschool. En Bordwerk en Aantekeningen, Slow Teaching in de 21ste eeuw. En recent verscheen bij Pico Expliciete Directe Instructie in het VO. Klopt. Dus je bent enorm productief. Veel geschreven. Veel geschreven. Ja, jullie hebben ook wat favoriete boeken meegenomen. Dus ja, dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk. Dus we gaan een ontzettend leuke podcast opnemen, ja, denk ik. En die gaat over de vraag, wat zijn nou de meest gemaakte valkuilen tijdens het lesgeven? En hoe kan elke leraar nu de kwaliteit van zijn les verbeteren? Ik heb jullie verleid om daarover, ja, kijken of we een soort serie kunnen maken in dit gesprek van, wat kan je nou doen? Want jullie komen op ontzettend veel scholen. Klopt, ja. 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 Maar dat is ook wel een feestelijke reden waarom jullie nu samen bij elkaar zijn. En misschien is het ook wel aardig om daar iets, jullie daar iets over zeggen. Gewoon goed lesgeven. Dat klopt. Ja, wij gaan samen verder onder de naam gewoon goed lesgeven. Ja. Met z'n tweetjes. Marita natuurlijk met haar kennis van effectief leesonderwijs. Ja. En ik met mijn kennis van rekenen en het EDI-lesmodel. Ja. Klopt. Spannend. En, mooi moment. Ja, we delen denk ik heel erg onze onderwijsvisie. Waar ook overlap in zit rondom didactiek, interessegebieden in hoe werkt leren. En we gaan nu samen de uitdaging aan om scholen te helpen. Wat we al deden, maar nu op een andere manier. Maar heel veel zin in. Hartstikke leuk. Het was een beetje toevallig dat ik dat zo vernam. Ik dacht, nou, dan moeten we het er maar wel even over hebben. Want jullie hebben lange tijd bij Expertis gewerkt. Ik denk dat dat ook wel bekend is bij heel veel collega's. Dat denk ik ook. Veel collega's ook van Expertis hebben hier ook al 1, 2 jaar zeker, gezeten. Zeker, absoluut. 12 jaar bij Expertis gewerkt, met heel veel plezier. Ja, 12, ik 8. Ja, en hele fijne en hele goede tijd gehad. En soms is het tijd om je vleugels uit te slaan. En voor ons is het moment is het hier. Ja. Ja. Leuk. Nou, ik zal wat linkjes plaatsen ook in de speaker notes voor degene die geïnteresseerd is om de website even te bekijken. Ja, we gaan erin duiken. Toen jullie deze vraag van mij hoorden van de meest gemaakte valkuilen. Wat was het eerste, Marita, misschien waar je aan dacht? Of wat mee te binnen schoot? Ja, ik weet dat ik door een beetje aan het nadenken was van wat is nu iets dat ik op heel veel scholen zie terugkomen. Ja. En ik kom vaak op de scholen voor lezen. Vaak ook wel in combi met didactiek. Maar een van de eerste dingen waar ik vaak een vraag over krijg is, besteden we voldoende tijd aan het lezen? En daarna pas komt de vraag, hoe vul je die dan in? En ik merk op heel veel scholen dat door allerlei omstandigheden het leesonderwijs onder druk staat, puur alleen al vanwege beperkte tijd die er op het rooster voor wordt vrijgemaakt. Ja, dus dan zeggen ze, moet het nou een half uur zijn? Moet het nou 3 kwartier zijn? Ja, dat is het eerste waar het dan een beetje over gaat. Ja, en ook het is zo druk, we moeten zoveel. Terwijl je kunt in plaats van in die beperking ook in kansen denken. Want ik zeg maar wat, burgerschap of andere zaken kun je ook door teksten te lezen met kinderen natuurlijk deels over hebben. Ja. En lezen is een middel om tot leren te komen. Dus het is heel gek om te denken in, we doen een uur iets aan begrijpend lezen. Als het goed is, lees je bij zaakvakken en andere vakken ook om ervan te leren. Ja. Ja. En dat geldt met de leestechniek ook. Je ziet dat er vaak na groep 3 op veel scholen toch wel beperkt tijd wordt besteed aan goed het onder de knie krijgen van die technische vaardigheid. Mm-hmm. Ja, dat belemmert je ook weer bij het begrip en dus ook weer bij kennis verwerven. Dus tijd, voldoende prioriteit, dat is wel een belangrijk punt. Als je het dan hebt over valkuil of iets waar scholen mee worstelen, dan is dat iets wat ik vaak wel terug zie komen. Oké, dan gaan we in de tweede helft van het gesprek kijken wat je eraan kan doen als je dit nou hoort. Want dat willen we natuurlijk ook weten. Maar Marcia, ken je dat? Ja, dat herken ik. En als je het over tijd hebt, als ik een misvatting zou moeten noemen voor valkuil, is dat sommige leraren denken dat ze niet te lang instructie mogen geven. Je hebt ook heel lang eens in trainingen gezegd,
Je mag maar 5 minuten instructie geven of zo kort mogelijk. Of een tijd plus het aantal jaren van de leerling. Ja. Dat soort zaken. Als je dat dan opzoekt, de bronnen voor dat soort beweringen die dan in boeken staan of in trainingen worden gegeven, dan vind je eigenlijk daar niet een onderbouwing voor. Integendeel, je vindt in veel literatuur juist tegenovergestelde dat het goed is om kinderen juist bij de hand te nemen en interactie met de leerlingen te leren, feedback te geven, ze met elkaar te laten spreken. Dus ja wel langer instructie te geven. Ik denk dat vooral de misvatting is dat instructie dan verstaan wordt als de leraar praat, de kinderen zijn stil en kijken braaf met de armpjes over elkaar. Dat veel meer is. Dat moet je niet doen, 5 minuten of 10 minuten lang. Je moet ze wel elke 2 minuten vragen om... Nou, of ga ik nou oplossingen geven? Hè? Dat was voor de tweede helft. Nou, nog een beetje natuurlijk een inkijkje geven. Maar inderdaad, dus dat is een belangrijk punt waarvan je zegt, ja, daar is wel wat aan te doen. Dat is een, en dat hoor je ook vaak in van collega's. Een misvatting. En als je dan zegt, je mag best langer instructie geven, mits je ze activeert, mee laat schrijven, mee laat doen, vragen stelt. Ja. Dat het luchtleerkrachten wel op, want anders gaan ze hun instructie zo snel mogelijk geven, zodat ze aan het werk gaan. Grappig genoeg herken ik dat wel, want ik kom natuurlijk op scholen vanuit een andere rol, dat het vaak gaat over de kwaliteitsstructuur of het proces om tot onderwijsverbetering te komen. En dan wordt er wel eens gevraagd van, hoe vaak moeten we dit doen per week? Hoe vaak moeten we zo'n bijeenkomst hebben? Ja. En is het dan, als het ware gaan knippen en kijken van, is het dan 1 keer per maand? Moeten we dan dezelfde evaluatie 1 keer per maand doen of... Terwijl je eigenlijk ook anders naar kan kijken. Je kan eigenlijk gedurende de week in hele kleine aspecten ook werken aan je onderwijsverbeterproces. Het is niet iets wat je alleen maar op vrijdag doet. Ja. Dus continu. Dat eigenlijk alles. Proberen. Ja. In ieder geval proberen continu te doen. Ja. Maar ja, je moet wel beginnen natuurlijk bij een vraag van iemand in een school. Dus het startpunt is zo'n misvatting. En dat kan je een beetje proberen op te rekken. Ja, tijd is wel een vraag die ik vaak krijg. Vraag over tijd. Ja. Hoe lang mag de instructie duren? Ja. Wanneer moet ze aan het werk? Hoeveel tijd moet er op het rooster staan voor? Rekenen. Ja. Ja, dat is natuurlijk niet te zeggen. Dat ligt aan je populatie. Ja. Ja. Dat is nergens hetzelfde. Interessant. Marita, nog een ander valkuil die jij veel hoort? Ja, een valkuil. En dat is er ook wel eentje die mij een beetje triggert, is dat als een school om hulp vraagt en de leesresultaten zijn onvoldoende of in elk geval niet naar behoren. Mm-hmm. En je gaat dan doorvragen om een beetje een beeld te krijgen van hoe geven jullie dan op dit moment dat leesonderwijs? Of het nou een vraag is rondom de leestechniek of begrip, soms een combi. En je merkt dan soms dat scholen toch het idee hebben van de oorzaak ligt misschien wel elders. Dus ze willen enerzijds, omdat de resultaten onvoldoende zijn, heel graag er mee aan de slag. Ja. En ik proef ook vaak bij alle scholen wel, we willen ook heel graag, want we willen leren en ontwikkelen. Maar als je dan echt doorvraagt, dan merk ik toch wel dat het hebben van hoge verwachtingen, de impact die je als leraar kunt hebben, je daar bewust van zijn, dat jouw tijd in het klaslokaal ertoe doet, dat wordt niet altijd ingezien. En dat is eigenlijk jammer, want daarmee zeggen ze onbedoeld hoor, ik onderschat mijn eigen impact. Terwijl je juist zoveel impact hebt. En vaak zijn er dan andere dingen als de populatie of de taal die kinderen thuis spreken, dat speelt mee, daarom is dit en dit laag. Maar ik ken ook scholen die ook met een complexere situatie of populatie te maken hebben, die heel goed in staat zijn om hun kinderen in elk geval geletterd van school te laten gaan. Dus dat vind ik altijd zo mooi, dat niet ik uit een boek roep, het kan wel, maar dat scholen dat ook laten zien. Dus dat stoppen met het komt vast door iets buiten school, dat vind ik een valkuil dat dus gebeurt. En het zou heel mooi zijn als scholen kunnen zeggen, hoe kunnen wij gewoon die verwachtingen verhogen en kijken naar onszelf? Er is ook wel in de wetenschap daar ook wel wat over gezegd, dat sommige mensen de neiging hebben, of sommige teams, om oorzaken buiten zichzelf te leggen en sommige juist naar zichzelf kijken. En natuurlijk zijn er altijd oorzaken van buitenaf, maar dan kan je nog steeds zeggen, oké, wat kunnen wij beter doen? En eigenlijk zeg je van, ja, soms mis je dat een beetje. Ja. En dat is jammer. Dat is een gemiste kans, denk ik. En ook als je natuurlijk naar een doel wil gaan werken. Want vaak is er wel een vraag. Dus indirect zeggen ze wel, Marita, kun je ons helpen bij? Ja. Ja, dat betekent dat je dus ook naar jezelf moet kijken. Ja. En als team ook samen moet kijken. Dus het is, kijk, ik zeg altijd, we kunnen niet toveren. Dus bepaalde scholen hebben met meer beperkende factoren te maken rondom taal dan een school in een andere wijk, andere populatie. Dus dat erken ik ook altijd, hè? Want dat is ook pittig. Onderwijs is niet altijd makkelijk, mij ook niet. Ook niet toen ik voor de klas stond. Maar je kunt zeggen, dat is het excuus voor wat er hier gebeurt op papier in de resultaten. Of je kunt zeggen van, ja, dat is vervelend. Maar des te belangrijker is het dat we die uren hier effectief invullen. Want deze kinderen kunnen het buiten de schoolmuren nergens anders leren. Bij ons vullen we die rugzak naar de toekomst. En als we dat hier niet goed doen... En dat vind ik mooi aan een beetje omdenken. En ik denk dat daar wel wat winst te behalen valt. Spannend voor schoolteams, hè? Om dat te erkennen van de populatie in een wijk verandert. Dus de resultaten gaan omlaag. Ja.
En nou, dat is makkelijk om te zeggen, ja, het ligt aan de populatie. En als je gaat zeggen van wij kunnen er iets aan doen, dan is het ook wel spannend. Dan moet je het ook de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Moet je aan de bak. Ja, dan moet je aan de bak. Ja. En dan is het ook fijn dat een schoolteam of een leraar weet, wat kan ik dan doen? Dus dat ze ook voldoende toegerust zijn om die taak ook te vervullen. Om kinderen te leren lezen of rekenen. Ja. Ondanks dat ze weinig meenemen van het huis. Exact. Ja. Klopt. Ja. Ik kan me dat wel voorstellen, want het betekent dus ook dat je scherp moet kijken naar je eigen gedrag, naar je eigen repertoire. Ja. Ja, ik vind het wel dapper als leraren dat, zeker. Dat durven, want op het moment dat je dus tegenvallende resultaten hebt, ligt het ook aan jou. Ja. Het fijne is, daar heb je nou juist invloed op. Ja. Ja. Dan kun je met je eigen handelen wat doen. Ja. Dat ze thuis voor de televisie zitten of laat naar bed gaan of dat er geen boeken in huis zijn, daar verander ik niet. Ik heb tips over geven, maar je weet nooit of dat wordt opgepakt. Dus dat is minder te beïnvloeden. Daar stopt ergens je invloed. En het laatste wat ik daar nog wel over zou willen zeggen is ook, het is spannend. Dat ben ik helemaal met je eens, want je stelt je kwetsbaar op van, oh, blijkbaar als school moeten wij vooral iets veranderen. Hè, want dat stukje daarbuiten hebben we minder impact op. Ik vind het aan de andere kant ook heel mooi, want daarmee zeggen we of erkennen we dat leraar zijn een vakmanschap is, dat je moet leren. En dat mag met vallen en opstaan, maar dat maakt ook gelijk, in mijn ogen helpt dat het imago van de leraar verbeteren. Want je zegt eigenlijk indirect, niet iedereen kan dat zomaar. Nee, en dat is ook eervol voor je vak. Ja, het is wel bekend dat bij als zaken niet gaan zoals ze willen gaan, of als je kritiek krijgt op hoe je presteert, dat mensen de neiging hebben om defensief te reageren. Dat zie je ook in veranderprocessen ook. Dat zie je ook wel eens bij vergaderingen. Kan je dat heel mooi observeren. Er zijn allerlei routines wel merkbaar. Grapjes maken of wegrelativeren. Afwachten, niet interveneren, gewoon niks zeggen. En dat is vaak ook wel spannend om bespreekbaar te maken. Ja. En dat soms in mijn rol probeer ik het wel te doen, want daar gebeurt het eigenlijk al. Ja. Dat is vaak ook een beetje. Het is ook in de cultuur, dus. Het is ook een beetje in de cultuur. En vaak zijn er eerder natuurlijk ook wel eens dingen geprobeerd die dan niet zijn gelukt. En dan kan je ook echt pessimistisch zijn of het. Ja. En dan ga je een beetje zoeken naar verklaringen om toch je eigen gedrag te verantwoorden. Ja. Klinkt een beetje duister als ik het zo zeg, maar het gebeurt wel. Nee, ik snap wat je bedoelt. Dat is denk ik wat ik af en toe zie gebeuren. En laat duidelijk zijn, niet dat een leraar dat expres doet. Hè. Dat is gewoon hoe als mens, ik ook, zo zitten we in elkaar. Zeker, en het jezelf inschatten is ook best lastig. En we weten ook wel dat leraren, als ze zichzelf moeten beoordelen, dat ze, als de lessen niet heel goed zijn, dat ze al snel denken, ik geef heel goed les. Of ik doe veel EDI-trajecten. Ja, ik doe heel veel EDI-technieken en lesfasen. En ik gebruik wisbordjes, ik geef willekeurige beurten. Dus ik geef een goede les. Het is best lastig om jezelf goed in te schatten. We weten ook wel uit de literatuur dat leraren die niet zo goed lesgeven, al snel denken dat ze heel goed lesgeven. Ja. Dunning-Kruger effect noemen we dat. Ja. Dus zelfoverschatting doen vanuit weinig kennis. Dus hoe meer kennis je hebt, hoe meer je ook weet, oh, dat kan ik nog verbeteren, dat kan ik nog verbeteren. Ja. Is dat ook een valkuil, de gebrek aan kennis? Gebrek aan kennis over didactiek, over pedagogiek, over lezen, over rekenen? Je kunt jezelf minder goed inschatten als je weinig kennis hebt, maar je hebt ook niet de tools om het aan te pakken. En dat kan voor heel veel onzekerheid zorgen. Dus je moet wel kennis hebben, hoe ga ik dan wel zorgen dat deze kinderen ondanks hun grote problemen thuis leren lezen of rekenen. Ja. En daar moeten we leerkrachten bij helpen. En daarom is het ook zo belangrijk dat er zoveel mooie publicaties zijn. Ja. Dat deze podcast bestaat. Ik vind het echt heerlijk hoeveel kennis er beschikbaar is. Is veel te halen, hè? Ja, nou, dat was in mijn tijd. Ik vond de fabel anders. Ik was afhankelijk van de orthopedagoog of van een vakblad wat af en toe voorbij kwam. En nu kun je overal die kennis halen. Ja, klopt. Het is zo rijk. Social media, de Twitter-bubbel zeggen we natuurlijk ook wel eens. Hè? Gewoon tips van leraren die hun mooie lessen, teksten, succeservaringen Facebook, delen. Allerlei dingen. Maar je zou kunnen zeggen dat die analyse waar je net over had, als je dus bij gebrek aan kennis, ga je ook verkeerde conclusies trekken. Dat ga gebeurt, je, ga je analyse buiten jezelf leggen. Dus je hebt die kennis, is een heel belangrijk punt. Het is alweer een tip, maar dat is een valkuil. Dus ook het is ook een valkuil, want ik denk dat we allemaal in Nederland een beetje de rapporten kennen over hoe we ervoor staan. Het gaat niet alleen om lezen, maar gewoon de kwaliteit van het onderwijs. En we roepen ook met heel veel mensen al heel lang, het onderwijs, het mag wel weer een tandje beter, we moeten met elkaar aan de bak. Maar nog steeds spreek ik heel veel startende leraren die het best heel lastig vinden om goed les te geven. En die zich ook gewoon nog helemaal niet voldoende competent voelen. En ik denk dat daar ook wel een taak ligt voor opleidingen. Mm-hmm. En ik wil ze zeker niet allemaal over één kam scheren, maar ik denk wel dat er de komende jaren best nog kritischer gekeken mag worden naar hoe we studenten opleiden en welke basiskennis vinden we nu eigenlijk dat er bij de studenten in de rugzak hoort. Net als dat we dat in het basisonderwijs bekijken. Wat moeten bij die leerlingen in de rugzak? Ja. Want het zijn wel de toekomstige leraren die onze toekomstige generatie kinderen moet grootbrengen en geletterd van school moet laten. Die kenniscomponent gaan. Is heel belangrijk. Dat die goed georganiseerd is. Maar je zou kunnen zeggen, er zijn toch gewoon methodes in Nederland. Die kan je gewoon inkopen. Dan leer je goed lezen. Ja. Dus goed, volg je de methode.
Zou fijn zijn als het zo makkelijk was. Maar zo makkelijk is het waarschijnlijk niet. Nee. Hoe ervaren jullie dat? Nou ja, de methode is natuurlijk wel belangrijk, omdat die natuurlijk de leerstof al mooi verdeeld hebben over de leerjaren. Ja. En ook ervoor zorgen dat, dat kinderen allemaal hetzelfde aanbod hebben, zodat ongeacht de afkomst je weet, nou, de kinderen leren deze spellingcategorieën, deze rekenregels. Dat vind ik er heel belangrijk aan. Maar je hebt dan de doelen van de methode of de leerlijn. Maar vervolgens heb je de kinderen tegenover je zitten die het al weten omdat ze uit een hoogopgeleide familie komen of heel veel moeite ermee hebben. Ja. Dus jij als leerkracht moet vervolgens die methode vertalen naar de groep kinderen die je op dat moment voor je hebt. Dus je moet durven om dan iets over te slaan of juist iets verder te herhalen. Of je leert het uit te breiden of juist iets niet te doen. Dingen die ik wel merk in mijn training is dat leraren dat wel lastig vinden om dat te beslissen. Ik ga nou mijn klas vast aan het werk zetten, want ik weet dat ze het kunnen. Heb ik net gezien toen ik de opdracht gaf. Mag dat dan wel? Want ik moet wel de methode volgen. Ik moet wel de stap van Edi volgen. Ik denk dat expertleraren die stap kunnen maken. Dus die kunnen afstemmen. En dat is wel, afstemmen? Ja, dat heet afstemming. Ja. Vroeger noemde het volgens mij differentiatie, maar dat woord mag niet meer volgens mij. Ik zag in die monitor leskwaliteit van de onderwijsinspectie zag ik dat het afstemming wordt genoemd. Oftewel, je stemt je instructie af op de groep die je voor je hebt. Ja. Oftewel, minder voorbeelden, eerder aan het werk zetten, verdieping geven of juist verlengen. Ja. Dat zijn de meest elementaire beslissingen die je op basis daarvan kunt nemen. Spannend om dat te doen in een les. Dat is het ook. En ik denk dat het stuk kunnen afstemmen, zoals jij dat zo mooi zegt, op je groep, dat een lastige is. Ik had hem ook bij Valkuil opgeschreven, van daar hebben we dan toch lesmethodes voor. Ja. Wat mij opvalt, en ik ga geen voorbeelden noemen, want ook hierbij heel belangrijk, ik wil niet alle methodes over één kam scheren, maar het didactisch kompas is voor mij dan een handleiding. Dus even los van de boeken die kinderen voor zich hebben. Mm-hmm. En dat didactisch kompas, dat is gewoon vaak niet effectief opgebouwd om een leraar te helpen om die les, als je dan toch weinig nog zou weten, of je komt net van de opleiding af, als je dan dat lesplan volgt, dan geef je niet automatisch een best effectieve les, alleen ben je vergeten om af te stemmen. Ja, ja. Het zit hem überhaupt in logische keuzes. Hè? Dus veel methodes, bijvoorbeeld beginnen met vraag eens aan de klas. Mm-hmm. Nou, de klas moet het nog leren, dus wat check je dan? Hè? De voorkennis bij sterke leerlingen. En bij leesmethodes maak ik me dus om zorgen om, dat ik denk, zet de handleiding voldoende aan tot het maken van voldoende leeskilometers. Van werkvormen waarbij alle kinderen actief heel veel kilometers maken. Of vragen die bij teksten worden gesteld, zijn ze tekstgericht? Worden de kinderen aangezet om echt de inhoud te doorgronden? Dus methodes kunnen een, wat jij ook heel mooi zegt, een soort fijne leidraad zijn. Je hebt houvast. Ja. Ik ben ook niet standaard heel zwart-wit in bij lezen, gooi ze juist maar aan de kant. Want heel eerlijk, als je dus niet voldoende kennis hebt en je kunt niet nog diezelfde lijn bouwen, dan is er niks. En dat vind ik een nog veel groter gevaar. Dus het is een leidraad. Maar ik vind dat er geen methode zaligmakend is. En je moet zelf nadenken. Nee, ik denk ook wel dat het punt is, als je dus niet je lessen voorbereidt, maar gewoon erin stapt, dat zie ik toch ook wel regelmatig gebeuren, dat eigenlijk de voorbereiding van de les heel kort is, niet meer samen is, dat er niet bij elkaar wordt gekeken. Mm-hmm. Vind ik ook echt, dan ga je, kunnen dit soort dingen deze fouten kunnen heel groot worden. Terwijl als je snel al contact hebt gedurende een les, iemand kijkt mee, kan je het hopelijk ook kleiner houden. Ja. Kan je bijsturen. Ja. Dus dat is ook natuurlijk wel een punt van een valkuil, dat je eigenlijk het heel erg alleen aan het doen bent. Ja. En dan op een pad komt wat niet meer effectief is en niet meer werkt. En aan de andere kant is ook dat sommige methodes, en vooral digitale methodes, veel te voorschrijvend worden. Dus de leraar wordt gedwongen en de leerling wordt gedwongen in het format van die methode mee te gaan. In dat vakje dat in te typen. Ja, dat is waar, Of wat ik ook wel eens gezien heb, dat een leerkracht op het bord klikt en dat dan de oefening gestart wordt. Ja. Zelfs het voorlezen wordt dan door de computer gedaan. Ja. Dus eigenlijk kan gewoon de schoonmaker kan de les geven als je op de juiste knop klikt. Ja. En onderwijs gaat dan meer dan dat. Natuurlijk zitten er dan effectieve componenten in. De letters worden geflitst, er wordt klassiek hardop gelezen. Maar alsnog kan het dan een hele slechte les zijn. Ja. Dat vind ik ook wel met Edi. Je kunt heel veel kenmerken kun je afvinken misschien. Er zijn wisbordjes. Maar dat kan alsnog heel slecht gebruikt worden. Tuurlijk. Bijvoorbeeld, de leerlingen hoeven niet te verantwoorden hoe ze aan het antwoord zijn gekomen. Ja. Of er zijn fouten gemaakt en de wisbordjes gaan omlaag volgende vraag. Ja. Dus er wordt niks gedaan met de fouten. Ja. Dus niet het middel maakt natuurlijk de les effectief. Hè? Het is meer ook, wat doe je met de informatie die het je oplevert? Ja. Waarom zet je ze in? Ja. Dat is de leerkracht. De leerkracht moet dat vertalen, die methode, die leerlijnen naar de kinderen. En dat is vakmanschap. Absoluut, dat is het zeker. Ja, dat zie je natuurlijk ook bij een tuinman of een timmerman, zie je dat ook. Die goed zijn gereedschap kan gebruiken.
Ja. Dus het is een totaal andere wereld kom je dan in terecht als iemand die heel rommelig is en wel al het gereedschap gebruikt. Ja. Dat is mooie vergelijkingen. Ja, zie je gewoon. Je voelt het ook vaak wel. Een vakman die met oude gereedschap komt, die het beter voor elkaar krijgt dan ik met spliksplinternieuwe gereedschap. Ja, dus, ja je tablet en alles en zo. Ja. En, In mijn nieuwe boek zit een afbeelding gemaakt door de illustrator die ook weer heeft getekend naast technisch lezen, nu voor begrijpend lezen. Ja. En in dat nieuwe boek zit een afbeelding van een gereedschapskist, omdat je binnen een boek over begrijpend lezen kun je niet standaard tegen een leraar zeggen, een les ziet er altijd van A tot Z zo uit. Nee. Dat hangt van de tekst af, van het onderwerp, van de kinderen. Is er al voorkennis? Is het tekst 6 over dat thema of is het de eerste? Mm. Maar je kunt wel aangeven, deze gereedschappen werken of zijn over het algemeen effectief. En je moet dus afhankelijk van of er al voorkennis is of niet, of kinderen zelf goed kunnen lezen of niet. Je moet dan die gereedschappen inzetten in de lesfase op het moment dat ze ertoe doen. Dat is nou net ook het lastige, maar er zijn wel algemene gereedschappen. En dat vind ik altijd ook wel heel belangrijk, dat geeft houvast. Dat geldt voor didactiek, EDI, maar ook binnen vakdidactiek, lezen, rekenen. Soms discussiëren we ook nog best heel veel over wat er werkt of niet. En dat vind ik altijd een soort van tijdverspilling, in mijn opinie hoor. Omdat we weten zoveel over wat er in het algemeen werkt. En daarmee beweer ik niet dat dat in elke les werkt. Maar ik vind wel dat je vanuit de gemeenschappelijke gereedschapskist naar onderwijs kunt kijken. Nou, er wordt best veel discussie over gevoerd natuurlijk. Ja, maar dat heeft ook weer met kennis te maken. Als je minder weet, dan kan je ook gaan twijfelen over veel zaken. Ja. Terwijl als je veel leest, veel weet. Ja, en dat is ook belangrijk om te beseffen, beginners en experts. Zeker. Beginnende leraren, dat is heel goed voordat die een lijn volgen. Dat je eerst gewoon zo'n leerjaar gewoon aan de hand van de methode doet. Dat je weet, dit zijn de doelen, hier werk ik naartoe, zo kan ik dat aanpakken. Terwijl expertleraar kan veel meer vanuit de lijn werken, denken, dit sla ik over, dit doe ik erbij. Dus ik denk ook dat afhankelijk van de kennis van de leraar, de hoeveelheid kennis, beginner of expert, je ook meer of minder ondersteuning moet inbouwen. Ja. Duidelijk. Mooi, laten we eens even kijken of we een draai kunnen maken naar de tips. En misschien kunnen we een stapje zetten door eens een boek erbij te pakken. Jullie hebben wat favoriete boeken meegenomen. Marcel, je hebt een beetje een flink gelezen boek met stickertjes. En misschien zullen we daar eens mee beginnen? Ja, dit is een boek wat ik gebruikt heb voor mijn afstudiescriptie op de PABO in de jaren 90. Het heet Effectieve Instructie en Doelmatig Klassenmanagement. Ja. Het is een klassieker van Simon Veeman en zijn collega's. Ik vind het heel leuk om oude boeken te lezen, zoals je weet. Zeker. En hier staan heel veel praktische tips nog steeds in. Ik pak het er regelmatig bij, dan denk ik van dat zijn wel belangrijke inzichten. Ja. Die dan ook weer in moderne boeken terugkomen, dan weer anders geformuleerd of beter wetenschappelijk onderbouwd. Ja, ja. Dus ik vind dit ook een hele mooie, bladzijde 102. Kinderen vergeten. Het is daarom noodzakelijk dat leerstof wordt herhaald. En dan zegt hij, je moet regelmatig leerstof herhalen met periodieke terugblikken. Dus elke maandag de eerste 20 minuten van de lestijd besteden aan herhaling van de leerstof. Zo, ja. Of behalve de wekelijkse terugblik is het ook belangrijk om iedere vierde maandag de eerste 45 minuten te besteden aan herhaling. Wauw, waar haal je die tijd vandaan, denk je dan, hè? Ja. Waar haal je die tijd vandaan? Maar stel je dat je dat nou niet zou doen. Je zou niet de leerstof herhalen, je zou alleen onderwijzen. Dan is maar de vraag, heb je waarschijnlijk wel je doelen kunnen onderwijzen? Want dan heb je dus een soort van meer tijd, even denkbeeldig. Ja. Maar, stel het ook maar de vraag is of er geleerd is, duurzaam geleerd. Ja, of het in een lange termijn geheugen zit, om even heel cognitief te zeggen. Zeker. Het is heel grappig, niet grappig, maar het is heel interessant. Want ik sprak vorige week met deze mevrouw, professor Dr. Natasja Kienstra, filosofiehoogleraar. En die zei, het staat er eigenlijk heel slecht voor met filosofie, hoe we dat onderwijs in het VO. Want het is maar een vak van 2 uur per week voor de HAVO en de VWO. VMBO krijgt helemaal geen filosofie. En dat is zo weinig. Zij zei, je hebt herhaling nodig. Je moet heel vaak blootgesteld worden aan de theorie, maar ook aan het oefenen, dat we eigenlijk helemaal geen filosofieles meer geven. Ze was er heel somber over. Ja, dus je ziet ook bij wat complexere vakken dat het punt van herhalen en terughalen eigenlijk net zo relevant is. Ze was daar heel eenduidig over. Misschien wel juist. Juist. Het is van alle tijden. Als je nog oudere boeken dan deze erbij pakt. Komt dat terug. Jan Geluk, woordenboek voor opvoeding en onderwijs. Ja. Daar staat al in, voor het oefenen wordt vaak te weinig tijd gemaakt. Ja, we onderschatten dat. En het rooster zit zo vol, daar klaagden ze toen al over. Ja. Maar als je het niet zou doen, wat dan? En hoe belangrijk vind je het? Ja. Als je iets belangrijk vindt, plan het in. Maar dit is een tip die we meteen kunnen, die kan je dus meteen toepassen. Ga op dat herhalen zitten. Ja. Vraag dingen actief terug. Vraag dingen actief terug.
Ja, ja. Dus als je een rekenles geeft, we hebben geleerd wat een teller en een noemer is. Schrijf eens een breuk op en schrijf er eens bij waar staat de teller, waar staat de noemer. Ja. Dat kinderen weer terugdenken aan die les en denken van hoe zat het ook alweer. Ja. Alleen dat al zorgt voor beter onthouden. Mooi. Daarna kun je checken, hebben ze het onthouden of moet ik het nog een keer onderwijzen? Ja, herhaal ik het. En dat kun je best doelgericht inplannen. Hè? Dat hoeft denk ik niet altijd gelijk 3 kwartier, maar het gaat erom dat iets er structureel is. Ja. En je ziet ook vaak in het onderwijs dat leraren, en dat heb ik vast zelf ook gedaan, zich tijdelijk iets voornemen. En dat hou je een periode vol en dan ebt het weer een beetje weg. Ja. En het onderwijs heeft natuurlijk ook baat bij routines. En als je wil dat die leerstof beklijft, en volgens mij is dat als leraar altijd je wens. We hebben altijd het beste voor met de kinderen. In plaats van als de boekjes maar ingevuld zijn. Dan helpt het alleen al, denk ik, als je of nou op vrijdag is of op maandag, de belangrijkste dingen uit die week terug laat komen. Ja. En ook wel een eye-opener vaak dan voor kinderen, sorry, voor de leraar, dat je dus ziet, kinderen vergeten het echt. Ja, dat want is soms ook voelen we ons een beetje schuldig, hè? Of denk je, nou, dat is al saai, als ik hier nu weer af begin, dan krijg ik al van die rollende ogen, ja, dat weten we nu wel. Maar heel vaak merk je ook als leraar, kinderen hebben het helemaal niet allemaal meer paraat. Nee, dus dat is eigenlijk zeker. Een goede... Dus bouw productieve routines in, hè? Routines die werken voor jou, zodat je dit kan blijven checken. Ja, dat hoeft niet zo'n periodieke terugblik te zijn. Dat kan ook het begin van een les zijn. Ja. Of de laatste 5 minuten van de dag. Ja. Maar routines, vaste momenten, helpen daar wel bij. Zeer belangrijk. En zo'n zinnetje als kinderen vergeten, vind ik heel mooi. Ja, dat is krachtig. Want daar zijn we ons vaak niet van bewust. En precies. Wat je dus met je klas kunt doen, is aan het einde van de dag 5 minuten iets vertellen over een onderwerp. Dus bijvoorbeeld iets waar je... over libellen of over een bepaald nieuwsbericht. En dan de volgende dag als ze binnenkomen daar 3 vragen over stellen. En op de wisselbordjes of op een andere manier. En dan eens kijken hoeveel hebben ze daarvan onthouden. Je zult echt schrikken. Ja. Hoe weinig er onthouden wordt als je het niet herhaalt. Ja. En als je dat beseft, dan kun je ook ervan overtuigd zijn, ik moet die herhalingsmomenten inbouwen. Ja, ik hoop ook heel erg dat er naar deze podcast wordt geluisterd door docenten ook op de universiteit en hogeschool. Want ik ben zelf maar echt een hoedje geschrokken sinds ik ook in aanraking ben gekomen met jullie. En dan langer natuurlijk bezig gaan met curriculum en didactiek. Mm-hmm. Dat geldt voor studenten ook. Geldt voor mij ook. Als je het niet herhaalt, zakt het gewoon weg. Precies. Ik wilde eigenlijk inderdaad ook net zeggen, want het geldt voor leerlingen, omdat we het nu even over onderwijs hebben, maar dat geldt voor ons net zo. Ja. En wij zijn ook een leerling. Als ik een boek lees in het Engels, en ik heb het helemaal doorgespit. Nou, in dit boek hier zitten maar ook allemaal notities en blaadjes in. Ja. Als ik het later weer terugpak, dan kan ik zelfs verbaasd zijn over mijn eigen notities. Dat ik dacht, nou, best mooi samengevat, maar ik ben me daar gewoon niet meer van bewust. Ja. Je vergeet details. Lees, er blijft herlezen. Een beetje rode draad over alleen. Maar je hebt dus dit boek meegenomen, The Reading Mind. Prachtig boek. The Reading Mind, ja. En wat van is daar, Daniel Willingham. Ja, van Willingham. Wat is daar voor jou een belangrijke kern in die we naar een tip kunnen presenteren voor de luisteraar? Ja, wat ik heel mooi vind is dat in dit boek allerlei facetten rondom het leesonderwijs worden besproken. Dus hij bespreekt in een hoofdstuk beginnende geletterdheid, reading fluency, reading comprehension, maar ook woordenschat. En ja, Daniel Willingham weet heel goed vanuit heel veel wetenschappelijk onderzoek uit te leggen hoe het nu eigenlijk werkt. Dus wat gebeurt er in het kopje van de kinderen, maar ook bij ons als volwassenen wanneer we lezen? Of wanneer we onze woordenschat willen vergroten? Hoe bouwt zo'n woordenschat of kennissysteem zich eigenlijk op? Ja. En dat weet Willingham heel goed uit te leggen. En ik denk dat het leraren, schoolteams kan helpen om meer inzicht te krijgen in hoe het leren lezen eigenlijk tot stand komt. En ik denk als je het dan over kennis hebt, dat noemden we net even als valkuil. Ja, zeker, ja. Dat als je als leraar meer gevoed wordt, niet alleen met de praktische tips, maar ook erachter snappen hoe iets in elkaar zit. Ja. Dan helpt het je ook bij effectieve keuzes maken. En als je volgend jaar weer een ander iets moet lezen of een andere studiedag en er zit een iets andere visie achter, dat je ook veel meer zelf kunt nadenken over ben ik het daarmee eens of niet, want ik heb gelezen dat. Het is een fundamentele kennis, hoe lezen werkt, misschien ook wel hoe rekenen werkt, hoe het brein werkt, hoe we dingen onthouden. Dat zit er ook wel in. Onderliggende bouwstenen, zodat je naar die routines kunt gaan, zodat je naar het herhalen kunt gaan. Dat hangt eigenlijk heel erg nauw samen met elkaar. Precies. Ja. Schoolteams willen vaak praktische tips hebben, maar Marita zegt het is heel belangrijk. Ja. Ze moeten een onderliggende kennisbasis hebben om te weten waarom werkt het nou om begrip te controleren. Of waarom werkt het nou om, noem maar iets, hè. Als je dat namelijk weet, dan kun je veel betere keuzes maken. Ben je veel vrijer. Anders zeg je, nou, ik heb gedaan wat je zei, maar het werkte niet. Ja. Nee, klopt, want niet alles werkt in iedere situatie. Nee, nee, exact dat. En kennis voor nodig, ja. Willingham beschrijft onder andere bijvoorbeeld ook heel mooi bij begrijpend lezen hoe mentale modellen, dus eigenlijk kapstokken met kennis in het langetermijngeheugen, hoe die worden opgebouwd. En als je dit als basisboek zou nemen, dan ga je ook merken als je meer wetenschappelijke literatuur leest of praktische boeken gebaseerd op, dat je continu die andere bronnen ook beter gaat snappen, want je eigen mentale model groeit ook. Ja.
Maar wat dus bijvoorbeeld zo mooi is, is dat je na het lezen van dit boek bij tekstbegrip, begrijpend lezen, zaakvakken, bij alles waar je teksten leest, heel goed snapt, je kunt het bijna niet meer omheen, dat het doel is dat je de inhoud doorgrondt en dat kinderen de kennis uit die tekst meenemen. En nou, we zitten in Nederland nog steeds wel op een spoor waarbij strategieën soms het doel van de les zijn. En ik denk dat je na het lezen van dit boek en zeker ook het boek van Heers, How to Educate a Citizen, dat je echt weet, het gaat erom dat we kinderen op school collectief kennis meegeven. Ja, vind tip ik een prachtig boodschap. Ja, prachtig. Een tip die ik zou willen toevoegen dan is, je kunt ook klein beginnen. Dus je hoeft nou, wat ik vaak was bij Team Sival, dat ze op een gegeven moment denken, mijn hemel, waar moeten we nou beginnen? Ja, dat snap ik. Misschien zou mijn tip dan zijn, ga dan dit boek lezen. Ga dat eens goed doen. Ga dan eens kijken naar je routines. Doe dat eens een kwartaal of een periode. Je hoeft niet meteen vaak bij als de school wil veranderen, worden er zoveel dingen bij gehaald dat ze uiteindelijk nog de hele avond, 6 dagen in de week er nog aan vast kunnen plakken. Maar ja, die tijd heb je niet. Nou, dat is wel goed dat je dat zegt. Ja, en ook om succeservaringen op te doen. Ja, want dan werkt het ook. Als het klein is, dan kan je vaak een gegarandeerd succes creëren. Ja, en vanuit die kleine succeservaringen kun je het geheel gaan opbouwen. Ja. Ik denk dat het belangrijk is om een team mee te krijgen. Ja. Heel belangrijk. Ja. En ook om iets gezamenlijks te lezen. Ja. Dat vind ik ook mooi in jouw tip. Want als wij op scholen komen, dan wil je ook dat het van het team is, hè, dat wat je vertelt. Maar mensen kunnen niet alles onthouden wat wij op een ochtend of een middag komen vertellen. Dus samen ook studeren, zelf de bronnen bestuderen, helpt ook om bij een schoolteam gemeenschappelijke achtergrondkennis op te bouwen. En dat helpt weer voor je visie samen en hoe je iets uitvoert. Ja. Dus daar waar dit boek kan helpen om te begrijpen hoe belangrijk kennis meegeven aan leerlingen ertoe doet, is het natuurlijk voor ons hetzelfde. Als schoolteam wil je ook gezamenlijke achtergrondkennis hebben. Ik heb het ook gezien volgens mij een keer op Twitter. Jij leest ook echt met teams, hè? Een soort leesopdrachten en samen zeker literatuur doornemen. Of een podcast van jou bekijken. Dat is ook op onze luisterlijst. Maar dus dat is ook iets wat je kunt doen, hè? Samen gewoon teksten doornemen, klein beginnen. Ja. Zodat je ook handvatten creëert om die goede routines te realiseren. Mooi. Ja, en ook als team een cultuur waarin we samen artikelen lezen en op basis daarvan weer beslissingen nemen voor ons onderwijs. Ja. Het lezen als leerkracht. Nou ja, daar is ook wel kritiek op geweest in de media. Leerkrachten die lezen. Ik denk dat we moeten laten zien dat we zelf ook veel lezen. Ook wetenschappelijke artikelen, ook boeken. Ja. Ook onze vakliteratuur bijhouden. Ja. En er is vaak weinig tijd voor. Onderwijsgeven is een drukke baan. Ja, waar ga je dan tijd vandaan halen om een boek of een artikel te lezen? Dus daar moet je ook echt tijd voor inplannen. Of met elkaar tijd voor maken op studiedagen. Ja. Ja. Dus dat is ook een belangrijke sleutel, dus dat je die studiedagen goed gebruikt, zou je kunnen zeggen. Goed gebruikt. En je mag ook, vind ik, best wat voorbereiding verwachten. Ik laat ze natuurlijk niet alles tijdens de ochtend lezen, dan hoef ik zelf niet meer langs te komen. Nee. Dus jouw tip van kies één ding uit, hè, dat probeer ik ook altijd op de agenda rekening mee te houden. En heel praktisch, niet een agenda 4 dagen van tevoren naar een school sturen. Nee, voorbereidingstijd aan de voorkant maak ik het al duidelijk van dit gaat ook iets verwachten, dit traject van de leraren. Het is niet alleen ik kom iets brengen, het is jullie traject. Ja. En ik moet zeggen dat natuurlijk zullen ongetwijfeld leraren zijn die denken, oh, wat veel of heb ik niet zoveel zin in nog. Uiteindelijk voelen ze dat het iets van hen wordt, want het levert echt hele mooie onderwijsgesprekken op. Ja, er is niet zo besmettelijk als succes. Als het werkt, dan ga je het meer willen doen, meer willen zien. Precies. Marcel, jij bent natuurlijk ook, ik wil niet zeggen Mr. Edy, dat is een beetje flauw, maar je weet superveel van Edy af. Ben je wel heel erg mee bekend. Wat zie je nou als het gaat over de Edy-methode als jij scholen bezoekt als iets waarvan je zegt, ja, als je daar aan gaat draaien, dat is wel iets waar je goed mee kan beginnen, waar je misschien gewoon dit succes kunt hebben. Ja, zodat je snel succes hebt, bedoel je. Iets wat makkelijk in te voeren is. Ja, ik vind toevoegen aan je instructie om concepten uit te leggen. Dat is wel een mooie tip misschien. Ja. Wat we vaak doen is uitleggen hoe tel je die ongelijknamige gebruiken op. En dan schrijf op het bord hoe dat werkt. We laten leerlingen meeschrijven naar alle dingen die ik net gezegd heb. Maar wat zijn eigenlijk ongelijknamige gebruiken? Dat vind ik wel iets wat je makkelijk kan toevoegen aan je les. Dat je dat gaat uitleggen. Ja. En schooltaal toevoegen. Het valt me ook wel op dat veel methodes de doelen en de instructietaal heel erg verarmd hebben. Dan zegt een leraar bijvoorbeeld, we gaan leren om grote keersommen uit te rekenen. En dan staat er onder 5 keer 15. Dan denk ik, wat is nou een mooi woord voor keersommen? Vermenigvuldigen. Ja. Waarom zijn het grote keersommen? Ja, omdat ze uit tientallen eenheden bestaan, zegt zo'n leerkracht dan in het nagesprek. Wauw, tientallen eenheden. Ja, vermenigvuldigen. Ja. Het zijn mooie woorden voor groep 5 om te leren.
Nou, en als je schooltaal gebruikt in je instructie, maar ook dan aan de leerlingen vraagt, leg nou eens aan elkaar uit, hoe heb ik het uitgerekend en gebruik het woord vermenigvuldigen. Dus zij die woorden ook actief gaan gebruiken. Dan zullen we zien dat, dat leerlingen die woorden ook gaan gebruiken en leren. En daardoor ook beter over de leerstof kunnen praten. Prachtig academic language, meen ik ook. Ja, waar we academic toen, language. In de EDI-podcast. Ik heb ook van John en Sylvia geleerd. Ja. Het was super. Ja. Ik heb hier toevallig vorige week met collega's van de onderbouw van de Ellen Turing School ook gesproken, hoe zij lesgeven. Oh, ja. En die vertelden, je hoort gewoon aan hun woorden, dat zijn rijke woorden. Ze praten sowieso in volledige zinnen. Ook aan de kinderen. Ja. Ze vragen ook om in volledige zinnen terug te praten. Oh, ja. Ze gebruiken woorden als kenmerken, als het gaat over de wereld. Dus je kan daarin niet meteen 100 woorden. Je kan zeggen, 10 woorden vandaag of 15. Ja, dat vind je. En dat zijn ook weer die hoge verwachtingen. Dat is, precies, we hebben soms ook het gevoel, we moeten het begrijpelijk maken. Maar dat wil niet zeggen dat alles in Jip en Janneke taal moet. Want dat is juist geen hoge verwachting hebben. Exact. Nee, dat is precies. Hoge verwachting hebben is juist, we noemen de dingen bij hun naam en we leggen ze gewoon wel goed uit. Ja. En juist als je het hebt over woordenschat, moet je dus, als je woordenschat en kennis wil laten groeien, moeten wij niet verzuimen om die woorden te gebruiken. Want dan wordt je rugzak niet gevuld. Ook in de kleutergroepen. Dus bijvoorbeeld, wat is een klank? We leggen dan uit, hoe vind je de eindklank? Ja, je moet het woordje hakken. Wat je dan het eindwoord, dat is de eindklank. Maar wat is een klank? Ik zou dat aan kleuters ook uitleggen. Klank is wat je hoort. Ja. Een letter is wat je klank ziet. Klank en letter wordt ook door elkaar gebruikt. Klank en letter ook door leerkracht soms in het gewoon uitleggen. Maar soms ook gebruiken leraren door elkaar. Van we gaan luisteren welke letter we horen. Maar een letter kun je niet horen, een klank hoor je. Dus het scherpt jezelf ook om daar precies op te zijn. En mijn zoontje, die zit in groep 2. Ja. Nou, die kent meer moeilijke Pokémon-namen dan ik. En die zou dan niet een woordje als klank kunnen leren. Of buurgetallen. Of de mooie woorden die jij net zei. Ja. Moet je eens voorstellen dat kinderen daarmee thuiskomen. En, die woorden op school leren. Want waar leren ze een woord als samenvoegen? Waar leren ze een woord als klank? Niet thuis. Ja. Nee. En als ze op school niet aangeleerd worden, omdat we daar in de kinderwereld blijven, dan vooral de kinderen uit lagere opgeleide milieus worden dan gevangen in een leefwereld waar ze nooit uit kunnen komen. Ik zou er nog wel een mooi voorbeeldje aan willen toevoegen, wat daar heel erg bij aansluit. Een school in Utrecht, waar ik jaren betrokken bij was. Ja. Zij werken met een populatie waar de kinderen over het algemeen gewoon geen Nederlands spreken als ze op school komen. Okay, ja. En in groep 3 hadden zij een project vorig jaar rond oktober, november, rondom dieren, uilen, als ik het me goed herinner. Kinderen maakten een labboek. Teksten werden voorgelezen begin van het jaar, maar later ook stukjes meelezen. Hoge verwachtingen, kijk maar of dat al lukt. En kinderen leerden over verschillende uilen en ook over de cyclus van de uil. En in dat labboek zat een afbeelding geplakt als in aantekeningen om leerstof terug te kunnen halen. En die kinderen spraken dus tot 2-3 jaar daarvoor geen Nederlands. En ik kom de les in, de leerkracht opent de les en zegt tegen de kinderen, we gaan zoiets leren over een nieuwe uil, de bosuil of noem een uil. Maar bekijk eerst even je labboek, sla hem open. Zonder te praten kijk je naar de cyclus van de uil. Daarna ga je in je groepje aan elkaar vertellen wat de stappen ook alweer waren. En gebruik de woorden. En al die kinderen in groep 3 die deden dat. En ik word daar heel blij van. Niet alleen omdat ik denk wat fijn voor de kinderen. Maar ook kijk nou eens Nederland. Zo kan het dus ook. Ja. Ja. Dus niet in die beperkingen denken. En dat vind ik heel knap. En ook wat jij zei, dat kinderen zelf die woorden gaan gebruiken. Want soms gebruiken ze als leraar. Maar hoeven kinderen ze nooit uit te spreken. Nee, dus wat jij net zei, wil je nou eens aan elkaar uitleggen of wil je aan jezelf vertellen en gebruik het woord eenheden en tientallen. Of gebruik het woord vermenigvuldig. Of gebruik het woord klank. Ja. Dat is mooi als kinderen die woorden gebruiken. Ze gaan ze niet leren als ze alleen de woorden van de leraar horen. Dat is een mooie tip. Hoe kijken jullie nou aan naar eenduidigheid in de school? Dezelfde routines zijn door de hele school heen. Dat zou natuurlijk wel uniek gezegd het beste zijn. Maar er zijn misschien luisteraars die zeggen, ik wil juist zelf aan de gang gaan. Snap ik ook. Snappen we ook. Herken ik ook. Ik ben ook leraar natuurlijk geweest. Hangt af van je veranderstrategie. De ene zal zeggen, ik wil het met z'n allen doen. De andere zegt, ik ga gewoon in mijn... Is het nou belangrijk dat er een eenduidigheid is? Is dat een tip? In visie op leren en op waar je naartoe wil werken. Laten we het even bij lezen houden. Je hebt vast nog een ander voorbeeld met EDI of rekenen. Mijn boek heeft mij niet voor niet als onderdeel van de titel In een doorlopende lijn. Ja. En ik zeg vaak tegen de scholen, als je het hebt over technisch lezen, begrijpend lezen, didactische gereedschappen. Het wil niet zeggen dat alles in alle groepen hetzelfde moet gebeuren. Maar er moet een bepaalde logische opbouw waar te nemen zijn. Ja. En bepaalde overkoepelende gereedschappen. Hè, daarvan vind ik wel dat je afstemming kunt hebben met elkaar van, laten we nu bij technisch lezen afspreken. Of je nu werkt in groep 3 of in groep 8.
aan het einde van een technische leesles moet je in elk geval kunnen afvinken dat alle kinderen hier veel leeskilometers hebben gemaakt. Wat waren we anders aan het doen? Ja. Of bij begrijpend lezen, of je nu een tekst voorleest in groep 2, een informatief boek, of eind groep 3 een kortere tekst, maar met kinderen samenleest, of in groep 7 een pittige tekst uit een geschiedenisboek. Je doel moet zijn, en dat kun je schoolbreed afspreken, als wij teksten lezen is het hoofddoel de inhoud doorgronden. Niet de strategie als lesdoel. De inhoud en het product moet zijn, ik kan beschrijven, navertellen waar tekst X over ging. En dat we allemaal, of je nu in groep 2 werkt of 8, een aantal vragen stelt waarbij alle kinderen in interactie moeten zijn. Dus nou, wat ik met je moord zeg is, allemaal de inhoud doorgronden, vragen stellen, interactie stimuleren, modellen. Dat zijn je overkoepelende gereedschappen. En dan mag het er in verschillende lessen een beetje anders uitzien. Ja. Je mag je eigen authenticiteit meenemen. Ja, geen leraar en de leeftijd van leerlingen maakt dingen soms anders. Ja. Maar er moet een doorlopende lijn is wat mij betreft niet alles is hetzelfde, maar wel, er moet wel opbouw zijn. En je moet van elkaar wel de bouwstenen kennen. Er zit natuurlijk ook een duidelijke brug in naar het organiseren van de school. Hè? Je hebt zoveel tijd gedurende de week. Dus de onderwijsleider of de schooldirecteur doet er ook goed aan, denk ik, dat er een bepaalde manier van eenduidigheid is in hoe je het organiseert. Dat levert namelijk tijd op. Ja, klinkt niet altijd enthousiast, maar het is gewoon wel waar. Ja, zo. Dus als we het allemaal een beetje op dezelfde manier doen, creëren we tijd om meer lessen voor te bereiden of om meer lessen bij elkaar te bekijken. Ja, het geeft ook een groepsgevoel. Geeft een goed gevoel. En ik weet als leerkracht van groep 2, wat je net zei, ik draag ook weer bij aan hoe ze in groep 8 afscheid nemen. Dat vind ik ook een mooie gedachte. Ja. Ik heb heel lang op het SBO gewerkt. We hadden geen methodes. We werkten vanuit leerlijnen. En daarbij hadden we didactieken ontwikkeld. Maar ik wist precies van groep 1 tot en met 8 de spellingleerlijn, de rekenleerlijn. Ja. Daar heb ik nou nog steeds profijt van, want ik kan in leerlijnen en doelen denken. En dus als ik een methode zie, weet ik, nou, met ongeveer in groep 4 moet dat aangeboden worden. Dat verschilt wel eens trouwens. En dat geeft juist ook heel veel vrijheid. Dus werken vanuit doelen geeft ook vrijheid. Omdat je dan dingen kunt overslaan of juist extra kunt herhalen. Ja. En ook zeker binnen het kleuteronderwijs kun je, hoef je niet een dikke map te volgen, maar je weet, nou, aan het einde van groep 2 moeten ze de buurgetallen kunnen aanwijzen, terug kunnen tellen vanaf verschillende startpunten. En, dus helderheid op de doelen. Dat geeft weten, ook vrijheid aan de leerkracht. Geeft vrijheid. En je kunt ook kijken, dat wat we ze wilden leren, dus wat we vast hebben gelegd, is dat nou ook gelukt? En waarom werkte dat wel of niet? En welke aanpassingen moeten we doen? Dus het geeft ook nog de mogelijkheid om te praten over je onderwijs. Dat deden wij op het speciaal onderwijs heel veel over leerlijnen praten, over didactieken. Je moet wel afstemmen, schuiven dus. met leerstof. Ja. Meer tijd inruimen of juist minder. Het ging voortdurend over de inhoud. En niet over de kerstballen. En omdat je het zelf moest ontwerpen, heb je er ook gesprekken over. Er is niet iets anders waar je op terug kon vallen. Dus dat is heel positief, bedoel ik. Je hebt het veel over het onderwijs. Het is van jou. En je hebt het zelf. Het is eerstehands kennis, hè? Het is niet tweedehands. Ik zie heel vaak in groep 3 dat elke kern of elk thema er een x-aantal herhalingsdagen wordt ingepland. De methode schrijft voor, neem nu 3 dagen een herhalingsdag voordat je aan je nieuwe thema of kern begint met nieuwe letters aanleren. En soms spreek ik leraren die zeggen, die hebben we echt nodig. En wij zijn heel intensief dat extra aan het inoefenen, zodat de basis steviger is. En dan gaan we ook weer door. Ja. En dan is ons doel echt dat het erin zit en dat ze ook met die betreffende letters woorden kunnen decoderen. Mm-hmm. Maar er zijn ook leraren die zeggen, dan heb ik al die 3-4 herhalingsdagen, maar de kinderen kennen het letters al. Sterker nog, het gros van mijn groep kent vrijwel alle letters al. Mag je daar ook mee spelen? Heel graag mag je daar mee spelen. Ja. Dat is ook wat jij net zegt. Zonder die vraag, je krijgt het ook vaak. Mag ik dit doen? Mag ik dat overslaan? Moet ik? Er is een onzekerheid. Ja, de jullie fase, moet ik die wel doen? Ja. Of jij, als ik een voorbeeldles geef, hebt dat niet gedaan? Kan dat wel zomaar? Ja. Dat moet toch? Precies. Het gaat uiteindelijk om met elkaar doelen bereiken en zorg dat alle kinderen zoveel mogelijk de stof kennen. Precies, en goed kunnen lezen, schrijven, rekenen. Leuk. Het is wel goed trouwens dat ze die vragen durven stellen. Want ik vind ook wel, zeker, als je daar onzeker over bent of je twijfelt, moet iemand hem aan wie dat kan zegt voorleggen. Dat je het blijkbaar wel heel graag heel goed wil doen. Ja. Maar je hebt behoefte om dat wat je voelt tegen iemand te kunnen vertellen die met jou mee kan denken. Dus ik vind de vragen niet gek. Voordat nu een luisteraar denkt, oh, dat mag ik nooit meer aan Marita vragen. Dat mag je juist vragen. Maar misschien juist wel een tip. Stel gewoon de vragen die je hebt over je rest. Dat juist ook op je gevoel daarin. Ja. Dus als jij, jullie fase kan ik eigenlijk overslaan. Dat voel ik, want ik zie dat ze het kunnen. Maar volgens die stappen, je mag het niet. Dat vind ik dus juist dat je nadenkt. En dan nog durven. Dat is wel spannend, merk ik. Ja. Nou, en dan zou je een keertje denken, een voorbeeld extra had vandaag toch wel handig geweest.
Yes. Van één keer zo'n dag dat je dat denkt, daar is niet gelijk je hele rekenonderwijs of leesonderwijs mee omgevallen. Nee. Het gaat erom dat je ook weer reflecteert en denkt, hey, de volgende keer moet ik misschien toch eerst nog een extra voorbeeld geven. Kijk hoe dat dan weer uitpakt. Je gaat er toch wel mee spelen als je de kennis hebt. Zullen we nog eens twee tips doen? Van jullie allebei één? Misschien aan de hand van het laatste boek van meneer Hirsch. Een zeer oude heer die natuurlijk een prachtig boek heeft geschreven. Zeker, ook in Nederland is geweest, al een paar jaar geleden. Ja. How to Educate a Citizen. Ja. Wat is nou hieruit te halen als het gaat over lezen of over kennis in het onderwijs? Een tip die je kunt geven? Ja, als ik denk aan deze auteur, dan denk ik direct, het gaat om gemeenschappelijke kennis. Ja. En samenhang binnen kennis. Ja. Dus een eerste goede stap is denk ik altijd dat leraren zich bewust worden van het belang van de opbouw van achtergrondkennis. Dus als je niet direct een hele leerlijn hebt opgebouwd, maar je bent wel al bewuster bezig met een kwalitatief betere tekst, waar echt wat diepgaandere informatie in wordt uitgediept. Doe dat vooral wel. Alleen een volgende stap is denk ik, en dat is een schoolproces, om je bewust te worden van wat is de gezamenlijke kennis die wij binnen dit klaslokaal, binnen deze bouw en binnen deze school aan onze kinderen meegeven. En nu hebben wij heel veel dingen in hokjes weggezet. Nou, zeker het begrijpend lezen. Ja. En ik denk dat Hirsch wel een van de onderzoekers is en ook wel bekende personen die heel erg pleit voor reading comprehension. Dat is eigenlijk een gevolg van veel kennis hebben. Maar de vaardigheid om goed met begrip te kunnen lezen, die ontwikkel je ook door eigenlijk bij al die vakgebieden gewoon kwalitatief goede teksten te lezen. Dus gemeenschappelijkheid, samenhang. Ja. Prachtige. En dus mooi. Daar kan je het ook over hebben met elkaar. In hoeverre hebben we dat met elkaar gerealiseerd? En in mijn nieuwe boek hoop ik, maar dat mogen jullie je luisteraars, leraren straks zelf beoordelen, om dat praktisch een beetje in te richten voor leraren. Ja. Hoe ze vanuit zaakvakken in combi met lezen, jeugdliteratuur, dat leesonderwijs veel meer tot ook het overdragen van kennis kunnen maken. Hoe je dat schoolbreed doet, in stapjes. Want Tof. Het kan ook afschrikken, hè, dat je gelijk helemaal daar wil staan. Dat hoeft helemaal niet. Maar ik slurp dit soort boeken op. Ik geniet ervan. Het is voor mij voeding. Maar ik snap ook dat leraren dan denken, ja, en hoe dan? Hoe gaan we dat op school doen? Nou, ik hoop dat mijn nieuw boek daar Het is fijn dat je er een doorvertaling van hebt gemaakt. Van hoe kan je dat nou doen? Dit is samenhang. Ja. Diepgaande kennis. Marcel, prachtig. Heb jij nog misschien een laatste tip wat je zegt? Ja, nou, pak dat aan. We hadden het over tijd al een paar keer. Ja. Ik heb natuurlijk roostertijd. Je hebt een les van 45 minuten. Ja. Maar je kunt wel op je rooster zetten hoeveel wordt er in zo'n les ook daadwerkelijk gedaan. Voor mijn afstudeeronderzoek in 1997 heb ik de taakgerichte leertijd in klassen gemeten. En in het boek van Veeman staat daar een mooi instrument voor. Ah. En het blijkt dat de taakgerichte leertijd in klassen enorm varieert. Van dat 45% van de leerlingen maar taakgericht is tot ver in de 80%. Zo. Dus je kunt je voorstellen, als je 45 minuten op het rooster zet, maar vervolgens in die tijd zijn kinderen niet met het werk bezig, of niet met het bereiken van de doelen bezig, dat enorm uitmaakt. En we hebben het vaak over, we hebben te weinig tijd op het rooster. Zorg nou eens dat ze de tijd die op het rooster staat de juiste dingen doen. Dat ze daadwerkelijk in de leeslijst hardop lezen of praten over de inhoud van de tekst. Dat ze meeschrijven, dat ze aan elkaar verklaren hoe je die som oplost. Nou, Edi geeft daar heel veel mooie technieken voor. Zeker. Maar in het boek van Marita worden ook heel veel tips voor gegeven. Ja. En breng het dus ook in kaart. Ga eens gewoon kijken. Hoe heb je dat dan toen gedaan? Zie je als laatste, ging je dat echt klokken? Ja, je kunt het boek nog steeds kopen op bol.com. Oké, ik ga hem even linken, sowieso. Ja. Alle boeken, hoor. Maar en anders wel bij een antiquariaat. Ja, precies. Boekwinkeltjes.nl. Ja, precies. Daar dus. Er staat een instrument in waarbij je iedere 2 minuten rondkijkt en noteert of een leerling wel of niet taakgericht is. En je kunt ook nog specificeren, is hij dan aan het wachten of is hij met een procedure bezig, spullen pakken bijvoorbeeld. Dus je kunt nog in kaart brengen, waar gaat de tijd dan op? Fantastisch. En een EDI-les zou je dan zien dat een hoog percentage kinderen taakgericht is, omdat ze moeten schrijven, omdat ze een vraag moeten beantwoorden. Dat er gezegd wordt, denk allemaal eens na over deze vraag. Ja. Dus je kunt daar heel veel aan doen. En dan heb je het niet meer roostertijd nodig. En toch heb je meer tijd. Nou, dat is toch wel wat alle leraren scholen willen. Super. Heel leuk. Ik denk dat het een hele goede is. Daar valt veel winst te behalen. Voor mensen die veel lessen bezoeken, schoolleiders, IB'ers, taalcoördinatoren. Dit kun je gewoon doen. Heel interessant, want ik herken hem ook vanuit het lezen. We hebben zoveel tijd op het rooster staan, maar dan kom je in de groepen. Wij komen natuurlijk heel veel ook in lessen. Ja. En denk je, ik snap dat het op het rooster staat, maar het kan effectiever. Ja. Mooie tip. Superleuk, Marita en Marcel, om zoveel tips te bespreken. En een fijne analyse die ook wel hoop geeft, want je kunt er dus echt wat aan doen. Je kunt je onderwijs gewoon morgen veranderen, verbeteren, aan de slag gaan, zelf, met collega's. Zeker. Deze boeken zijn denk ik echt de moeite waard om erbij te pakken. Jouw boek straks in de boekhandel te vinden. Dus die gaan we ook even doorlinken. Klopt.
Superleuk dat je daar ook zo hard aan hebt gewerkt. Dat zal denk ik een hele klus zijn geweest. Beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je een leuk gesprek vond. Als je de tijd wil nemen om een review te schrijven, vind ik dat heel leuk. Hoe eerlijker, hoe beter. Dat helpt dan weer voor de zichtbaarheid van het kanaal. En daar ben ik dan altijd weer heel blij mee. En ik zou zeggen, tot de volgende keer maar weer. Dankjewel. Dankjewel. Superleuk.